Dit is Don Rua in Zeerenberg. Don Rua was een internaat voor katholieke jongens dat in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw gold als een bastion van vroomheid en toewijding. De plek waar de orde der Salesianen novicen voorbereidde op de valkuilen van het aardse bestaan. Maar het was ook het decor voor gruwelijk seksueel misbruik, waarbij paters zich vergrepen aan jonge jongens. Tientallen jongens waren hier, soms jarenlang, overgeleverd aan de seksuele driften van volwassen mannen. Don Rua, de plek waar mannen van God zich geregeld hulden in de kazuifels van het kwaad. Vijf van de jongens van Don Rua vertellen vanavond in Document hun verhaal. Je kon het geen naam geven. Je vond het heel vreemd. Maar het was een overste en zeker in de jaren 60 was het vaak het gezag bepaald wat er gebeurde. En daar was je onderdanig aan. Voor mij stond de kerk voor eerlijk, voor rechtschapen. En dat was gewoon wat er met mij gebeurd was heel oneerlijk. En voor mij klopte er van die hele kerk helemaal niks meer van. Je wordt misbruikt en op een gegeven moment vertrekt de dader. En dan kan je gewoon zelf je boeltje gewoon bij elkaar rapen aan kleding. En kan je zelf met graspollen en zand en zo, weet ik veel wat, kan je schoonmaken. En dan moet je thuis in allerlei bochten wringen om niet te laten merken dat er iets met je gebeurd is. Als je daarmee wil leven als kind, dan begraaf je dat. Je graaft een kuil, je gooit het erin. En dat is het, want je moet verder. Toen ik dus op het nieuws hoorde van misbruik in Zeerenberg. Nou, ik kreeg een kop als vuur. Ik zat er maar eentje in de auto. Het vloog me ineens aan. Ja. En er kwam een woede over me. Dat kun je niet voorstellen. Ik denk dus toch. Ja. Zoveel. En wie allemaal?